De Algemene Bond Personeel Milieubeheer, ABPM, gaat morgenochtend om 9 uur in onderhandeling met de regering. Dit vloeit voor uit een actie die de bond vandaag heeft gevoerd bij het kabinet van de president. De bond roert zich omdat zij ontevreden is dat bepaalde punten die met de top van het ministerie van Openbare Werken zijn overeengekomen, niet worden uitgevoerd. Bondsvoorzitter Hugo Blanker zegt ook dat politiek veel bepaalt bij het ministerie. U heeft het overzicht van loopbaanontwikkeling, laat me daar even vast bij staan. Loopbaanontwikkeling, dat is als de mensen pas in dienst, zijn gekomen, dat ze, althans als de mensen in dienst zijn, dat ze weten wat hun loopbaan is. Er zijn daar, we kunnen natuurlijk gaan voor met de vuist op tafel en zeggen dat en dat en dat. Nee, maar we zeggen van maak een programma, dat hoort bij, overigens is dat een voorwaarde van FISO. FISO zegt dit. Markeren we en dat is de loop, dat moet voor iedereen in de loopbaan komen. Dat doet men niet. En wat je nu merkt, is dat, dat mensen worden geconfronteerd, dat nieuwelingen boven komen te staan of lievelingen van de minister, die worden van andere afdelingen gehaald en die komen baas spelen. Dus dit zijn de punten. Wat als ik zeg bijna niets, inderdaad is in de tijd. Het schoeisel uitgevoerd in 2015, maar dan moest het ook in 2017 worden uitgevoerd. Daarna is het bij ons weten niet uitgevoerd. Dus we zeggen, over die periode moeten die mensen TWK krijgen. En de mensen moeten voor 2021 schoeisel krijgen. Blanker verwacht dat er morgen een overeenkomst wordt bereikt. Echter vindt hij het erg dat de president zich niet eerder heeft gehouden aan de gemaakte afspraken met de bond. Morgen is de laatste kans om dat te bewijzen. Wat is norm? Je hebt de overeenkomst met ons, het moet worden uitgevoerd. Je voert hem niet uit en we gaan aan tafel. Gaan we praten over de manier waarop we het uitvoeren of gaan we iets anders doen? Ik moet u zeggen dat we zeer, mevrouw Schattenvoort heeft er misschien bewust niet over gehad, maar dat we zeer nu al teleurgesteld zijn in de president. Ik mag het niet anders zeggen. Omdat we dachten dat vorige week maandag de president stuurde boodschap dat wij, wat was het, maandag of dinsdag? Dinsdag met hem zouden overleggen. Met hem persoonlijk, hij zag de zaak niet zitten met OE, dus hij zou persoonlijk met ons overleggen. Hoe zit het? Wifi, sorry. Om ons dan maandag te zeggen, het gaat niet door. Nee, de agenda was maandagavond. Dat we maandagavond zouden overleggen over maandag. Dan wordt je gebeld weer, de president zijn agenda laat het niet toe. Ja, dus wat dat betreft, intussen blijkt dat er geforceerd accommodaties worden verleend aan de groep die hangt aan meneer Lieflang. Dus ik weet niet wat de bedoeling is, maar laat me het zo zeggen. We gaan ervan uit dat de regering erkent, de president erkent dat hij fouten gemaakt heeft. En dat dat gesprek morgen met meneer Ramdien, dat daarbij die fouten, die omissies zullen worden rechtgetrokken. Hugo Blanker, voorzitter van de Algemene Bond Personeel Milieubeheer. Onderhandelingen met de minister van Openbare Werken lopen volgens hem niet meer. De bond hoopt dat de president een oplossing kan brengen in de zaken waarmee de personeelsleden van Milieubeheer zitten.